Karianne heeft één grote hobby, kunstschaatsen. Een training gaat al fout nog voordat ze op het gladde ijs staat. Karianne wordt vervolgens opgevangen door het team van de spoedeisende hulp. Nou, ik ben Karianne. Gelukkig kan ze nog lachen. Maar Karianne is net binnengekomen met pijn in haar been. Ik ben met schaatsen en met de droogtraining ben ik gevallen. Karianne is gek op kunstschaatsen en dat doet ze dan ook heel goed. De axel, flip, loets, spot, hemelpirouette. Ze draait daar haar hand, voet niet voor om. Maar vandaag gaat het mis, nog voordat ze op het ijs gaat. Want ze moet natuurlijk altijd eerst even warm draaien. Zonder schaatsen makkie zou je denken, maar nee. Karianne zakt door haar rechterbeen en kan meteen helemaal niks meer. Dit wordt een heel voorzichtig ritje naar de eerste hulp. En voorlopig kan Karianne even geen ijs meer zien. Dit is dokter Pol. Hij heeft net op de röntgenfoto gezien dat Karianne haar been heeft gebroken. Dit is het bovenbeen en daar is de breuk. Dus dit stukje hoort normaal netjes aan dat stukje te zitten. En daarvoor zal dokter Pol deze speciale spalk gebruiken. De spalk trekt de gebroken botdelen op hun plek en houdt ze vast, zodat ze niet weer terugschieten. Zo kunnen ze de botten tijdens een operatie weer aan elkaar maken. Karianne krijgt voor deze pijnlijke behandeling een slaapmiddel toegediend. Zullen we maar beginnen? Ja. De verpleegkundigen gaan heel voorzichtig te werk. Ze pompen lucht in de spalk. Daardoor wordt hij langer en hebben de botten ruimte om weer goed in elkaar te vallen. En dat gaat gewoon met een soort van fietspomp. De buizen die schuiven uit elkaar en daardoor trek je eigenlijk aan het been. En dat is de bedoeling om het been langer te maken. En om de breukstukken dus goed in dezelfde lijn te krijgen. Dus je begint iets wakkerder te worden. Het is nu belangrijk, kalm aan, rustig, dat ze rustig wakker kan worden. Als ze weer is bijgekomen, zit de spalk prima op zijn plek. En nou ja, toen werd ik wakker en toen zag ik vaag iets blauws op mijn been. En ja, ik heb er zelf wel weinig van meegekregen. Op het moment dat de operatiekamer klaar is, gaat ze daar naartoe. En wordt ze geopereerd door de chirurg en die maakt het been dan definitief aan elkaar. En dan kan die spalk, die gaat er ook af, die komt ook niet meer terug. En dan gaat ze na de operatie weer terug naar de kinderafdeling. En dan denk ik dat ze daar nog 2 dagjes is en dan weer naar huis gaat. Karianne is een bikkel. Ze loopt nog wel een tijdje op krukken, maar ze wil zo snel mogelijk weer het ijs op.